Ik heb die dag heel weinig tijd gehad om contact te hebben met het thuisfront. Dus ze hebben eigenlijk zelf ook live kunnen zien dat ik mijn ontslag gaf. Ja, voor ik dan naar huis kon, heeft dat nog even geduurd. Dan kom ik thuis. Ja, dan is dat natuurlijk ook emotioneel als je En waren je kinderen thuis? Waren ze nog wakker? Mijn jongste zoon die lag al in bed, maar die was natuurlijk nog wakker. Die wist dat van alles. Ik ben er nog eventjes bij gegaan, maar dan... Want die heeft zijn mama zien halen op televisie. Ja, dus die heeft dat gezien, maar... Ik ben bij hem gegaan en stelde dan wat vragen. En onze gezamenlijke conclusie was... je zal nu misschien wat meer thuis zijn, mama. Ja. En toen kwam er een grote glimlach op zijn gezicht. Door de tranen. Dus dat maakt ook veel goed. Je moet, denk ik, in alle tegenslagen ook soms het positieve zien. En dat bracht mij wel terug met mijn beide voeten bij de realiteit. Dat hij zei van, ja, je zal nu misschien wat meer thuis zijn. Ja, ik huil ook soms wel eens... Dat gebeurt, hè. En dat mijn kinderen dat zien en dan probeer ik dat wel uit te leggen. Heb jij dat dan ook uitgelegd, waarom je zo hard huilde? Ik heb dat zeker uitgelegd. Ik heb ook niet gehuild omdat ik ontslag nam, of dat ik iets uit handen moest geven. Maar het was vooral denken van, ja, mijn omgeving, mijn kinderen, mijn man, wat er ook gebeurd was met die duizenden sms'en en mails, dat had enorm op mij gewogen. En het is vooral dat wat mij emotioneel gemaakt heeft. En ik heb hen dat ook uitgelegd. En ze begrepen dat ook wel. En dat is wel belangrijk. Het is niet zo dat wij dagen hebben zitten kniezen, maar die avond, dat was wel een emotionele avond. Dat is ook logisch. En de oudste dochter, want ja, die gaat de volgende dag moet die weer naar school. Er wordt alleen maar over gesproken. Ze zal erover worden aangesproken. Was er een vorm van schaamte bij haar, denk je? Wel, Cato is sterk, hè. En ook goed weerbaar. En politiek interesseert haar ook. En ik had niet het gevoel dat ze haar schaamde, in tegendeel, wat haar ook wel siert. Ze had natuurlijk de pech dat ze net op dat moment thuis was met de griep, een zware griep, dus dat kwam er wel bij. Dus ze heeft ook wel een paar dagen thuis, was ze thuis, door het feit dat ze de griep had. Dus ze moest ook niet meteen naar school? Nee, dus dat kwam op zich nu wel goed uit, maar ik denk dat ze dat ook wel zou aankunnen. Ze heeft trouwens ook een goede, fijne omgeving op school, een goede vriendengroep, dus op dat vlak, denk ik, valt dat best mee. Maar dat weegt natuurlijk op een gezin en je omgeving, dat is logisch. Hè, Voelt dat dan als een soort van falen als mama, als je kinderen... Oké, je man tot daartoe, maar die weet waar hij mee getrouwd is, zal ik maar zeggen. Ja. Maar als je kinderen dan verdrietig ziet zijn, omdat zij verdrietig zijn om uw mama, dat is dan toch niet de bedoeling, denk ik dan? Dat is niet de bedoeling, maar ik heb dat nooit gezien als een falen. Iedereen maakt fouten, iedereen neemt soms eens moeilijke beslissingen, of dat nu op professioneel vlak of persoonlijk vlak is. En ik heb dat vooral op die manier proberen duiden. Ik heb hen daar ook proberen weerbaar in te maken. Van kijk, dit kan iedereen overkomen, dit kan ook jullie overkomen, nu of later. En ik heb hen toch proberen een beetje duidelijk te maken hoe je daar best mee omgaat. Ik ben zelf ook heel weerbaar. Mentaal, ik ben ook zo opgevoed, ik vind het belangrijk dat we daar met z'n allen ook iets kunnen uit leren. Ik heb dat vooral op die manier proberen ook naar mijn kinderen over te brengen. Ik heb de ding dat gelukt is. En wat hebben ze geleerd uit deze situatie? Wel, dat iedereen de kinderen wel eens, dan? Wel, dat iedereen wel eens een moeilijk moment heeft. Dat je niet moet schamen als je emoties toont. Want ik ben zelf iemand die niet graag emoties toont. Dus dat was voor mij het moeilijkste. Van, ik was hier al wenend op tv en op de radio. En schaamte dan toch wel? Ja, maar eigenlijk hoeft dat niet. Hè. Nee, dat achteraf niet. Bekeken, ja, ik ben ook maar een mens en iedereen is maar mens. Maar dat is toen pas ingezien eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat elke tegenslag je ook wel iets leert. Ja? En ik heb dat ook aan mijn kinderen proberen duidelijk maken. Want kijk, iedereen is mens, iedereen faalt eens, iedereen maakt fouten. Trek daarin je conclusies uit, maar leer daar ook iets uit. Kom daar sterker uit. En ik denk dat ze daar ook wel op die manier iets aan meegedragen hebben of mee hebben voor later. Ja. Show all the way.